als Willem II dan contact zoekt met je, dan hoef je daar eigenlijk niet twee keer over na te denken. Hey Joshua, welkom in Tilburg van Beur de Gliem, als ik het goed uitspreek, naar Willem II. Ja. Kun jij vertellen hoe dat is ontstaan? Ja, ik zat eigenlijk daar een beetje op een, niet dood spoor, maar ik was toe aan iets nieuws. En eigenlijk wilde ik ook best graag terug naar Nederland. En Teun was vrij snel met mij berichten. En als Willem II dan contact zoekt met je, dan hoef je daar eigenlijk niet twee keer over na te denken. Je vertelt, je hoeft er niet twee keer over na te denken. Waarom niet? Ja, ik denk dat iedereen kan zien wat voor club Willem II is. En ik heb de laatste weken ook gewoon, de laatste weken van de Eredivisie veel gevolgd. En het is bijzonder dat uiteindelijk alsnog Willem II degradeert. Als je ziet hoeveel punten er uiteindelijk op het laatst nog gewoon gesprokkeld worden. Maar ook door de concurrenten. Dus als je de club ziet, de stadion, de faciliteiten. En ik denk dat ik niet de eerste zal zijn die dat in een interview zegt. Maar alles straalt Eredivisie uit. En niet keukenkampioen-divisie. En daarom is het gewoon een heel aantrekkelijke club om naartoe te gaan. Het is eigenlijk vrij bijzonder, want Teun heeft jou verkocht naar Noorwegen. Je kende elkaar heel kort en hij koopt je weer terug. Ja. Hoe is dat dan? Ja, dat was natuurlijk wel een beetje geinig. En, op dat moment zat hij nog bij Almere en wilde ik graag een Noors avontuur, aangaan. En zo zie je dat er in twee jaar tijd veel kan veranderen. En nu zit hij hier en haalt hij me hierin. Dus dat was natuurlijk wel een beetje geinig. Maar ik ben onwijs blij dat hij het heeft gedaan. Ja. Ja, je zegt het ook allemaal op een doodspoor. Als je kijkt naar je wedstrijden, hoe zit het dan mee met je wedstrijdfitheid dan? Wedstrijdfit sta ik er goed op. Ik heb wel wat wedstrijdjes kunnen spelen, maar gewoon te weinig. En daarom was het voor mij zaak om iets nieuws te zoeken. En dat is Willem II geworden. Maar ik voel me fit, ik voel me ready. En wij zaten met Gliem zaten we midden in de competitie. Dus ik ben ready. En jij hebt ook nog een Europese wedstrijdje meegepikt, zagen we? Ja, dat was natuurlijk wel een. Dat was wel een van de redenen waarom ik van Almere graag naar Gliem wilde. Ik wist dat ze voorronde op dat moment nog Europa League gingen spelen. Daar heb ik uiteindelijk toen geen wedstrijd in gespeeld. Maar toen daarop volgend seizoen gingen we voorronde Champions League spelen. En toen belanden we uiteindelijk in een groepsfase Conference League. En daarbij heb ik dan nog een mooie wedstrijd tegen Celtic mee kunnen pakken. Was in de play-offs na de groepsfase. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat was uiteindelijk het doel waarom ik daarheen ging. En helaas is het bij één wedstrijdje gebleven. Maar dat was wel een mooie ervaring. Ik denk dat er in de keukenkampioen-divisie nu wel veel wordt verwacht van gewoon heel veel energie leveren, heel veel strijd leveren en proberen. Ja, elk team wil graag gewoon hoogdruk, gewoon volle bak, energie erin. En ik denk in de Eredivisie wordt het iets meer tactisch en iets meer een spelletje, zeg maar. Ik denk dat in de keukenkampioen-divisie dat soms nog wel eens verwaarloosd wordt. Maar voor een keeper uiteindelijk is het zelfs een Eredivisie, je moet gewoon die ballen tegenhouden. Ja, er is concurrentie, ja, je hebt uiteraard met Kevin gesproken, het wordt wel strijden voor je plek. Tuurlijk, geen enkele club garandeert iets, er zal altijd gestreden moeten worden en ik loop nu al lang mee in de profvoetbal en het is bij elke club zo, dus ik kijk er naar uit om die strijd aan te gaan en lekker met de jongens te gaan trainen op het veld samen, dat is heerlijk. Ja, en hoe zit het qua blessure? Want hè, er werd wel genoeg gezegd en geschreven over blessures. Ja, het is. Ik snap dat mensen daar veel over schrijven. Ik heb in mijn carrière gewoon een moment gehad dat ik gewoon eventjes de een naar de andere kreeg. Als je nou kijkt naar de laatste 3-4 jaar, heb ik geen enkele training gemist. Niet zoveel wedstrijden gespeeld, maar dat had niet te maken met fysiek. Maar dat had gewoon met andere redenen te maken. Of dat je gewoon niet de eerste keuze bent of whatever. Maar dus ik ben blij dat ik gewoon de laatste 4 jaar gewoon, ik voel me super fit, ik voel me top. En dus in dat opzicht denk ik dat ik gewoon wel laat zien dat dat verleden tijd is, al die blessures.
Je gaat, dat je zegt, terug naar Nederland. Je wilde terug naar Nederland. Hier in de buurt wonen, of hoe ga je dat precies doen? Ja, ik heb een half jaar geleden een huis gekocht in Nijmegen. In Lent. En, dat is, vind ik, een beetje op het randje van rijden, wel niet rijden. Dus ik zal het even de eerste weken moeten gaan ondervinden. Misschien dat ik achteraf dan denk van, of misschien na die paar weken dat ik denk van, misschien is het wel goed om gewoon hier in Tilburg te gaan wonen. Dus dat zal ik eventjes gaan, dat zal ik moeten ervaren.